Oh ja, goed. Zijn we begonnen of was dat online? Ja. Ja. Beste mensen, dan moet je zien even. Ja, kijk hè. Ja, die ik vertellen mee. Kijk hè, er was één keer een Turk. Dat is zo'n puis, joh. Psst, maar echt een witte kop erop. Dat lijkt me een propeller van een vliegtuig. Maar als je die moet uitpullen, is gevaarlijk, joh. Maar één keer, zijn broer die was ook bij mij gekomen, die had zo gedaan. Maar door mijn ruit heen, hè. Ja, door twee camions heen. Gewoon de flikkenbroer en zo. Ik zeg gewoon wit en zo. Die komt bij mij, die arresteert me gewoon. Zegt tegen mij, wat heb je gestoord of wat? Is je gek of wat? Turk was het. Maar luister, luister. Zijn andere broer, hè, die had ook zo een. Nee, wat zeg, wat gaan we hier doen? Wat gaan we doen? Joh? Die gaat naar de dokter. Dokter, dokter, ik maak poesje hier. Wat poesje, zegt hij, puist. Ja, ja, ik verstaan, zegt de dokter. Ja, weet je, die wou ze ook gooien met Kardashian en zo. Samen hash roken en zo, dacht die Turk daarna. Wat gebeurt er? Dokter, ik maak puisje hier. Ik denk, jij puber. Wat puber? Ik altijd poep maak. Ja, ja, met uw hand. 5-1. Altijd met 5 soldaatjes tegen 1. Hè? Waarom denk je, je zet de homo's in de leger? Hè? Die vallen altijd van achteraan. Maar niet om verder te vertellen. Hè? Ja, zo ging dat. Die dokter zegt, weet je wat? Ik waar iets. Ik ben niet echt dokter. Ik pooier. Twee werk. Die Turk, maar ja joh, ga ik iets regelen dan of wat? Hé, hoeren hebben. Hoeren. Ja, gewoon helpen mij en zo. Mijn hele collection had die. Mijn, ik ben aan het boek van de voetballer, al die mannetjes en zo van ons Europa. Mijn Turk gaan schijnen en zo, die gaan stijven en zo. Nee, die puist was wel dikker. Dat moet ik wel zeggen. Nee, die had zo een olie. Olifant was er niks tegen en zo. Maar die puist was echt zo eigenlijk. Zo ging die naar voren om onze witte dingen, plasma scherm op te zetten. Ik kon er een woofer in bouwen, staat er, dat ligt bijna een Dreambox collection. En Jan Berg vertelde uit de boeg uit, die dokter zegt, weet je wat, als jij voet, puist, gaat weg. Maar ja, zegt die Turk. Ah, zeker, zegt die dokter. Ik ja, we gaan gewoon steken, zegt hij dan één keer op zijn zwaarbergs en zo. Die dokter zegt, maar wat kun je Belgisch of wat? Ik ja, zeg, die kan een Chinees als gewoon. Shoot daar, joh. Eén keer wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat was er gebeurd? Zijn broek was ondertussen al gescheurd, maar. Ja, die dokter had die boeken van, pan, die Turk gaan schijlen. Nee, staat je John gaan schijlen was. Pa, die had die boeken, die wil ik poep, die wil ik poep, die wil ik poep. Die dokter zeggen, oh, wacht, wacht, twee blaren terug en draaien, gaan schijlen, die hoek, die hoek. Die dokter zegt, van nee, je moet allemaal poep, maar wie gaat betalen? Zegt hij, ik denk ziekenkassen betalen mag. Sta je wat ik bedoel? Je wil altijd op ziekenkast zitten, motherfuckers.